Ik koop echt steeds meer online. Schoenen, kleren, zelfs mijn wasmachine bestel ik van achter de computer. Wat natuurlijk super makkelijk is en vaak wordt het ook nog heel snel bezorgd. Maar goed, het kan natuurlijk wel een keer fout gaan. En meestal kun je dan niet naar een fysieke winkel toe. Dus ik vraag me af, hoe ben je nou het beste beschermd bij online shop? Maar niet zo gek van luid. Het gaat ermee om als er misbruik gemaakt wordt, hoe makkelijk is het om je geld weer terug te halen. Internationaal kan ik me wat voorstellen. Maar binnen Nederland zie ik de meerwaarde er niet van in. Nou, ik weet dat dat zo is, maar daar denk ik dan niet zo bij na. Wouter, jij koopt wel eens online. Dat klopt. Wat koop je dan allemaal? Boeken, dus dvd's, mijn kleding ook wel. En het is wel eens misgegaan bij jou, hè? Nou, ik heb wel eens een paar sneakers gekocht en die zijn kwamen binnen een maand nog niet binnen. Dus toen begon ik me best wel zorgen te maken. Toen heb ik dat bedrijf opgebeld. Maar toen bleek dat een verkeerd nummer te zijn. Dus toen wist ik helemaal niet wat ik moest doen. Toen heb ik mijn creditcardmaatschappij opgebeld. En toen bleek dat ik een aflevergarantie had, waardoor alles gelukkig nog rechtgebreid kon worden, maar het scheelde niet veel voor mijn gevoel. Maar jij hebt het nu wel een keer meegemaakt. Is dat nou ook de reden dat je niet meer of minder online aankopen doet? Nee, dat niet, want ik heb een creditcard en ik ben verzekerd. Weet je dat ik daar eigenlijk nooit over na heb gedacht? Ik doe ook regelmatig online aankopen. Maar ja, het kan natuurlijk ook wel een keer misgaan. Nou, het kan misgaan, ik heb het meegemaakt. Ja, precies. Maar gelukkig is het opgelost. Het is opgelost. Ik wil natuurlijk wat meer weten over die aflevergarantie. En waar kan je dan beter terecht dan bij de grootste creditcarduitgever van Nederland? Vivienne, komt het nou vaak voor dat een pakketje niet wordt geleverd of dat je het verkeerde product krijgt? Gelukkig gaat het in de meeste gevallen gewoon goed. Op het moment dat je hebt betaald met je creditcard en er gaat toch iets mis, kan je een beroep doen op de aflevergarantie of de aankoopverzekering. En wat is precies een aflevergarantie? Op het moment dat je een product of dienst, bijvoorbeeld software, besteld hebt en je krijgt het niet geleverd, je komt er niet uit met de webwinkel, dan kun je een beroep doen op een zogenaamde betwiste transactie. Wij storten dan het geld terug en onderzoek het voorval. Een betwiste transactie, wat is dat? Een zogenaamde verklaring betwiste transactie kan worden ingediend op het moment dat je een product of dienst, bijvoorbeeld software, niet geleverd hebt gekregen. Wij storten het bedrag terug en onderzoeken vervolgens het voorval. Je kan ook bijvoorbeeld op het moment dat je een hotelovernachting hebt geboekt en je krijgt niet je bedrag terug en je hebt wel geannuleerd conform de voorwaarden, ook dan kan je een betwiste transactie indienen. Oké, en stel voor, ik heb een aankopen gedaan en dat is gewoon geleverd. Maar bijvoorbeeld oorbellen, ik raak ze kwijt. Of wat mij wel eens iets gebeurt, ik ben op mijn zonnebril gaan zitten en hij is kapot. Wat kan je dan doen voor de consument? Op het moment dat je zo'n voorval hebt, kan je contact opnemen met ICS. Wij sturen dan een schadeformulier. Dat kan je invullen. En vervolgens kun je een beroep doen op onze aankoopverzekering. Wat doen jullie eigenlijk om de consument te beschermen? Wij houden 24 uur per dag, 7 dagen per week, alle transacties in de gaten die gedaan worden met de creditcard. Op het moment dat we iets verdachts zien, nemen we direct contact op met onze kaarthouder. Daarnaast lichten wij onze kaarthouders goed voor over phishing, bijvoorbeeld. We adviseren ze om niet te reageren op e-mails waarin gevraagd wordt om gegevens te updaten. Is online shopping eigenlijk wel veilig? Online shoppen is hartstikke veilig. Ik heb wel een paar tips. Oh. Betaal altijd met je creditcard. Gaat er iets mis, krijg je geld terug. Daarnaast is het altijd verstandig om te kijken op het moment dat je overgaat tot de betaling, dat de URL begint met HTTPS. Dat geeft aan dat de website beveiligd is. Ook is het verstandig om goed na te gaan of er geen spelfouten of niet werkende links op de website zijn. Goed om altijd te kijken naar de retouradressen en de contactgegevens. Check de betaalmogelijkheden. Twijfel je aan de betrouwbaarheid van de website en kan je niet betalen met je creditcard? Haak dan af. Is iets te mooi om waar te zijn? Dan is het ook vaak zo. Nou, dat zijn in ieder geval hartstikke goede tips. Ik ga ermee aan de slag. Oké. Online shoppen kun je met een gerust hart blijven doen, mits je je aan de spelregels houdt. Je kunt namelijk een hoop zekerheid krijgen als je met je creditcard betaalt. Let wel even op de voorwaarden van je creditcarduitgever.